Yo guys, Les hier met vandaag een nieuwe video. En niet zo'n video, vandaag gaan we weer terug verder met Half-Life. Het is weer een tijdje geleden, maar vanaf nu gaat elke maandag online komen totdat ik het effectief heb uitgespeeld. Ik ga de comeback van Half-Life heel episch vieren. Want dat is met pure science. Oh wow, ik had wel meer verwacht eigenlijk. Maar dat maakt niet uit, ik ga mijn speltje laden. Waar ik dus was gebleven. Vorige keer was ik hier gebleven. En dat is zo'n hele militaire basis. Kijk, dat is een hele militaire basis die ik zo moest ontruimen. Kijk hè. En ja, zo makkelijk is dat dus. Maar ik heb denk ik wel een plan. Mijn plan is eigenlijk gewoon heel simpel. Nou, heel simpel is niet, maar... Wat, heb ik ook nog andere wapens? Ja, maar... Oké. Oké. Maar hier is denk ik eigenlijk gewoon het beste om er stealth voorbij te gaan. Ik denk dat het beste is. Oh. Auw. Oh, ik heb nog één. Ja, hier was er nog één. Oké, so far so good. Hoe moet ik dat ding daar gaan openkrijgen? Ah. Ah ja, de vorige video had ik ook een gouden tip. En dat was van Belgium Star Gaming. Hij komt even in beeld. Die heeft gezegd hoe dat de rocket launchers werken. Dus een dikke shout-out naar Belgium Star Gaming. Dus wacht, hoe ga ik dit doen? Ik ga eens snel pieken. Godverdomme. Dat was fucking dom. Wauw. Kutspel! Maar, kutspel! Oh, van de zak. It was at this moment that he knew. He fucked up. Monster. Fucking monster! Echt, hoe fucking slecht is dit spel? Zoals ik al zei, we gaan het gewoon de oude manier doen. Op de goede oude manier. En voor degenen die lange video's kijken, die kennen deze manier. En dat is heel simpel. Galwa Akbar, boom! Auw. Dat werkt heel goed. Nice, we hebben 100. We hebben fucking 100 met mijn armor. En ik heb allemaal kogels voor mijn rocket launcher. En dat is fucking nice. En ik heb een motherfucking C4. Auw. Komen ze op mij af of niet? Oh. Ja, ik heb iemand opgeblazen. Het was bedoeld dat die tank opblies, maar... Zie, zoals ik zei, dat werkt gewoon. Door die extra functie van die gun ben ik gewoon zo ver geraakt in deze game. Door niks anders, nee, alleen maar door dat. Oké, en laat mij deze keer de tank wel gewoon opblazen. Oké. Blow up that shit. Oh wow, dat werkt goed. Oké. Dan mag ik de rocket launcher ending doen. Oké, dat werkt ook niet. De tank wil niet kapot gaan. Waarom niet? Godverdomme, daar zit iemand in. Klootzak. Fucking hell, dat is niet goed. Oké, wacht. Spel opslaan. Opslaan, oké. Ik ga niet heel dat fucking stuk opnieuw doen. Oké. Ah, shotgun shells. Jullie mannen. Daar. Oké, daar zijn we vanaf. Daar zijn we fucking vanaf. Doe normaal! Oh!
Wauw. Auw. Kijk, al die loot dat ik eruit krijg, what the fuck. Hallo. Merci. Oh my. Jullie mannen, oh fuck. Hoe krijg ik dit open? Yo, yo. Ciao, man. Fucking ciao. Oké, ik sta klaar. What the fuck is eruit? Oh wow, what the fuck? Oh man. Ah, fuck. Oké. Daar zijn mines, dus langs daar gaan we niet. Ik stel voor dat we langs hier. Typisch. Zijn hier mines? Denk het niet. Ja, dat zegt toch alleen maar dat er daar zijn, dus. Oké. Oh, hey, GSM, hou je back eens. Ik hoor allemaal enge geluidjes. Oké. Ah, dit is een sniper. Auw. Oké. Dat was een sniper. Dat was een fucking sniper, guys. What the fuck? Wat heeft Outlast mijn rare... wat zei ik? Outlast. Ik denk al niet eens dat ik Outlast aan het spelen ben, jongens. Toch? Ah, vang. Oh. Dat was compleet normaal. Kan ik er langs hierin? Ah ja. Oh wauw. Woe! Heeft iemand dat gezien? Nice. Oh. Ja, ik ben een beetje aan het pre-firen voor die mines eruit te halen. En dan ga ik wel mijn grenades moeten doen. Oké. Oh wow, mijn game is weer compleet normaal. Van waar? Ik ga snel op. Fuck. Oké, what the fuck was. Dat staat onder elektriek. Godver. Ah. Lelijk kind. Ah. Laden. Ja, safe. You're heading for the Lambda complex, aren't you? I was heading there myself, yeah. So I wound up here and, well, simply lost my nerve. Take one look through that door and you'll see what I mean. Oké, okay, thanks for the tips. Dat is heel lief. Oh, dit... Terugspelen voelt aan als vorige zomer. Heb je toevallig geen help voor mij of zo? Nee? Heb je dat niet? Nee, zo. Misschien moet ik toch verplaatsen, want ik heb er niet zo'n gerust gevoel bij. Oh. Ik weet niet wat je zei, maar... Pas op. What the fuck? Ah, ik snap het. Ik heb heel... Ah. Ja, ik snap het. Merci. Als ik dat doe, dan blaas ik heel de plaats op.
Oké. Kan ik daaronder sneaken? Dat is maar een nipte, maar het lukt wel. Oh, wauw. Oh, wauw. Deze trapleuning heeft me even gesaved hier. Holy shit. Ja, daar kreeg ik niks uit. Dus daar kan ik niet onder. Oh, nice. Wauw, hoezo is hij niet dood? Leeft jij nog? Ah, hier ja, zeg. Ik ga geen boksen kapot maken. Ik krijg deze wel. Oh man, deze is echt wel heel veilig. Fucking hell. Deze vind ik al grappig eigenlijk. Ik weet niet, dit is gewoon een leuk level. Hallo. Ja, dat leeft nog. Ah, komt er nu een geur uit hem? Nou. Ah. Lekkere security. Oeps. Dat was niet de bedoeling. Oké, ik ga echt gewoon voor de zekerheid gewoon geen box kapot maken. Ik ga echt gewoon niks kapot maken. Want als ik iets zo één dingetje laat opblazen, dan is heel deze plek boempatat. Oh wauw, hoe moet ik dat doen? What the fuck? Oké, life hacks with Wouter. Waar heb ik nu mijn eigenheid? Wauw. Wacht. Nee. Dat is niet de bedoeling dat ik er al zo snel op kwam. At least I tried. At least I tried. Ik denk dat we daar boven moeten zijn. Ah, dat lijkt mij toch. Hey, oh voilà. Ik wist niet dat dit er was, maar. Ja. Yeah. Nee. Ik zeg het u, die ging er doorspringen. Oké. Ja, waar nu? Oké, rustig, rustig. Wat wil ik spel doen? En ik had ze naar een andere YouTuber gezien. En normaal gezien zou die lift gewoon moeten werken, dus ik snap het eigenlijk niet. Maar kijk, als ik. Oh, wel. Wauw! Nu wel! Nu wel! Dat is zo verschrikkelijk typisch dat dat nu ineens wel gaat. Ja. Even drie piemels aan onze arm, what the fuck. Maar wat we hier zien, dat zal voor de volgende keer zijn. Dat is echt heel kut dat ik er de hele tijd zat te kutten. En dan ineens van, aha, ik werk wel, fuck you. Dus ja, dat is vrij rot. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Dus vond deze video leuk, vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer Half-Life. En ik zeg, ciao.